gaan even nabeschouwen met Theo Gebeet-trainer Jonathan Jonk. Jonathan, 1-2 winst in Limburg. Hoe is jouw visie op deze wedstrijd? Ik vind vanuit onze kant zeg maar geen goede wedstrijd. Vorige week speelden we veel beter in de week daarvoor. Maar een moment gehad om zeg maar doelpunten te maken. We geven niet heel veel weg, vind ik. Na rust werden jullie wel gevaarlijker, vond ik. We kregen 3 pingels mee, waarvan we eentje laten liggen. Op het einde zie je toch wel dat we conditioneel sterker zijn, waardoor we ook meer kansen creëren. Gelukkig schoot hij die derde pingel wel binnen. Ik denk wel uiteindelijk wel terecht gewonnen. Ja. Je begint wat tegenvallen aan de competitie met 2 gespeeld 0. En nu pak je de 4 in mijn rij. Wat doe je nu anders dan in het begin? Nou, wij doen helemaal niks anders, maar het zat in het begin een beetje tegen. We hebben ook gelukkig weer uitgespeeld met 11 man, zeg maar. Dat is ook 3 keer op rij niet gebeurd. De eerste wedstrijd OJC, die was meer een gelijkspel, maar die verliezen we door 1 schot op doel. Tweede wedstrijd Gemert, ook samenloop van omstandigheden, rode kaart, 70ste minuut, lange ingooi die we vandaag ook een aantal keren goed hebben moeten verdedigen, zeg maar. Zat het niet mee, maar van die tegenstanders hadden we minimaal eigenlijk 2 punten erbij moeten hebben. En ja, de afgelopen 2 wedstrijden hebben we goed gevoetbald en vandaag iets minder, vind ik. Maar goed, de punten zijn het belangrijkste uiteindelijk. Je bent nu bij de club, ook nu op divisieniveau. Hoe bevalt je deze competitie tot nu toe? Een stukje rijden, dat sowieso. Nee, divisieniveau, het is gewoon een leuke competitie bij elkaar. Ligt heel dicht bij elkaar. Je ziet alle ploegen van elkaar winnen. Ik heb een heel leuk team, heel jong ook. Dus dat is gewoon hartstikke lekker werken. Dus het bevalt tot nu toe hartstikke goed. Heb je ook met je ploeg bepaalde doelstellingen afgesproken? Of heb je daar nog geen vat op? Het allerbelangrijkste is dat je gewoon genoeg punten pakt in het begin. En, wij hebben een ploeg met allemaal eigen jeugdspelers eigenlijk. En ik vind het belangrijk dat we eerst steeds beter moeten gaan voetballen. En natuurlijk gewoon, je moet zoveel mogelijk punten pakken. Zeker in het begin, want je moet gewoon vertrouwen met elkaar opdoen. En vanuit daaruit moet je steeds meer willen. Maar goed, de competitie is net begonnen. Maar goed, we staan er goed voor. En dan zien we na een wedstrijdje of 10 wel uiteindelijk wat zou er haalbaar kunnen zijn. We zijn op de goede weg. Ja, verder even aan het zit dicht bij elkaar. Als je dan kijkt naar zo'n uitslag van vandaag. Ja, win je hem, sta je tweede, speel je gelijk. Dan, het kan ook zo de andere kant op gaan. Ja, nee, je moet wel elke week scherp zijn in deze competitie. Dus op het moment dat je even net niet scherp genoeg bent, kan je ook gewoon zomaar verliezen. Dat zie je gewoon in de competitie, aan alle uitslagen. Volgende week hebben we Tech Tiel. Nee, allemaal oud-profs, dus we kunnen aan de bak, maar we spelen thuis. En ik denk dat we veel jong bravoure hebben, zeg maar. En op die manier willen we ook gewoon spelen. Ja. 3 puntjes in de bus en dan terug naar huis. Nou, dat is wel het lekkerste natuurlijk, 3 punten. Dus we gaan onderweg nog even stoppen, hoorde ik, om wat te eten. En dan de punten hebben we. En ze gaan straks mee de bus in. Super.